De politie tast nog volledig in het duister wat er afgelopen weekend precies gebeurd is in deze woning aan de Osloweg. In de nacht van zaterdag op zondag kregen agenten een melding binnen van een schietpartij in het pand. Een 54-jarige bewoner bleek erbij gewond te zijn geraakt. Hij moest met een ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis. Kort na 4 uur kregen wij een melding dat er inderdaad een schietpartij zou hebben plaatsgevonden in een woning daar. Collega's zijn ter plaatse gegaan. In de woning troffen wij een zwaargewonde man aan en een aantal mensen die daar wonen of tijdelijk verbleven. Deze man, een 50er, hoe ernstig was hij gewond? Nou, omtrent de aard van de verwondingen heb ik nog niet alle informatie, maar het was wel ernstig. Dus hij is ook opgenomen in het ziekenhuis en er ligt daar nu nog steeds. Zodra het medisch verantwoord is, zal het slachtoffer verhoord worden. De 6 personen, in de leeftijd van 20 tot 44 jaar, die bij de woning werden aangetroffen, zijn aangehouden. In en bij de woningen liepen in totaal 6 mensen, 4 vrouwen, 2 mannen. En die verbleven in de woning op het moment dat daar geschoten is. Deze mensen, de rol daarvan was ons niet helemaal duidelijk in het begin. En ze hebben in ieder geval wat kunnen zien en meegemaakt. En we hebben in overleg met de officier van justitie hebben wij ze aangemerkt als verdachten. En vervolgens zijn ze aangehouden. De technische recherche heeft gisteren in de woning onderzoek gedaan. Uit het onderzoek is nog niets duidelijk geworden over het motief. Dat is natuurlijk voor ons ook een belangrijke vraag waar we een antwoord op willen hebben. En natuurlijk wie het hebben gedaan. Maar daar valt op dit moment nog niks over te zeggen. De woning, bewuste woning staat in de stad een beetje bekend als een drugspand. Kan dat misschien een motief zijn? Het is inderdaad een pand dat bij ons ook heel goed bekend staat. Maar of het dat met drugs te maken heeft of iets anders, daar valt op dit moment helemaal nog niks over te zeggen. Stadjers die meer informatie hebben over deze zaak kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 8844.